Vrienden in Doetinchem, kijk wie we hier hebben. Hey. Ja, ja, in de Jumbo. Zeuntje zelf. Ja. Jongen. Waar ben je, man? Laat even zien, waar ben je? Ik zal eens even laten zien. Laat waar de camera eens even draaien. Oh, eieren zien we gelijk. Ik zal hem eens even. Kijk, die is in de supermarkt. Ik sta in de Jumbo, even boodschappen te doen. Kijk eens even. Ja. Hey. Dus ik pak even wat eitjes mee voor vanavond. Oh ja, pak even een paar eieren. Wat neem je, grote, kleine of wat? Medium eitjes. Oh, medium eitjes. Hey, waar is die supermarkt? In welk dorp? In Serenberg. Ik woon in Lengel, daar wonen maar 250 mensen, Harry. Dus dat is niet veel. 250 maar. Hoe heet dat dorp? Lengel. Lengel. Ja, ja. Ja, is wel. Nee, daar heeft nog nooit iemand van gehoord. Ik ben van de aardbodem verdwenen bijna, maar het is wel heerlijk rustig wonen. Nou, wat moeten we nog meer hebben buiten eieren? Wat moet je nog meer hebben? Ja, kijk, ik heb even. Ja, laat me even zien. Oh, hij heeft al. Een smoothie gehaald vanmorgen. Oh, hij heeft al een smoothie, die heeft hij al, ja. 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 Dan heb ik even worteltjes gehaald. Mini worteltjes voor Zeuntje, ja. 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 Flesjes spaarblauw, natuurlijk, gezond. Dus ik moet nog even, ja, even wat salade halen. Want de grote vraag is natuurlijk, wat ga je eten vanavond? Ja, ik ga een salade maken en daar heb ik kip tandoori bij van gisteren, die nog over is. Want de vrouw en de kleine zijn richting Breda, richting de schoonouders. Oh, dus je bent alleen? Ik eet vanavond alleen, dus ik heb een portie van gisteren, maar dat is net iets te weinig, dus daarom maak ik even een salade erbij. Salade erbij? Ja, met een restje van de dag ervoor. Met een klein restje, ja, je moet wat, hè. Eten weggooien is ook zo zonde. Zie je, dan kan je nagaan, hè. Dan denk je nou, zo'n spits van de Graafschap, hè. Die gaat allemaal naar dure restaurants en die regelt dat allemaal en dit en dat. Nee, gewoon. Het restje van de dag daarvoor. Ja, mooi, hè? Dat is mooi, hè? Ja. Goed, hoor. Maar waar zou jij voor gaan, Harry? Voor veldsla of melanger? Jezus, dan vraag je even wat, zeg. Of, gewoon zo'n zak gemixte sla, die kun je toch kopen? Ja. Met van alles nog wat. Dan zit er een beetje van die rode in en van die groene. En ik weet niet hoe het allemaal heet. Deze bedoel je, denk ik. Ja, ik ga, laat even zien. Voor deze ga ik. Ah ja. Jonge bladsla, rucola sla. Met rode en groene bladsla. Ja, die moet je nemen. Ja, dat lijkt me een goeie. Ja, daar zit ik goed bij. Wat staat daar nog bij? Een tomaatje of doe je daar nog een eitje bij? Ik doe er eitjes in, inderdaad. Worteltjes erin. Worteltjes koken doe ik erin. Een komkommertje nog erbij. Ja. En dan, dan ben ik redelijk ver met die salade, inderdaad. En dan nog die kip tandoori erbij. En dan is dat prima geregeld voor mij. Luister eens even goed. Hoeveel goals heb jij in het afgelopen seizoen gemaakt? Het werd afgebroken natuurlijk. Ja, 16 goals. En 12 16? Ja, 16. Wauw. In hoeveel wedstrijden dan? Ik ben 3 wedstrijden geïnteresseerd. In 26 wedstrijden was dat. Wauw, dat vind ik veel. Dat zijn veel goals. Ja, dat is aardig gemiddeld, inderdaad. Goed. Hoeveel goals ga je dit seizoen maken? Ja, Harry, ik moet toch wel zeggen minimaal 16, hè? Ja, minimaal 16. Hey, Zeuntjes. Even serieus, hè? Kom op, even. Je dacht toch niet dat ik genoegen nam met zo'n antwoord? Nee. Ik weet dat jij geen genoegen neemt met een antwoord. Ja, precies. Dan loop je daar in de supermarkt en dan komt hij met zo'n antwoord. Nee, kom op. Hoeveel goals? Laat jij eens een aantal vallen. Nou, jij moet minimaal aan 25-26 goals komen. Ja? Okay. Ja. Nou, dan gaan we ervoor, Harry. Breken we die af? Ja, daar gaan we voor, ja. Het zou toch geweldig zijn als jij de man bent die de Graafschap binnen die revisie knalt?
Ja, eens. Ja, dat zou fantastisch zijn. En een droom natuurlijk ook, hè? Ja, ken je trouwens wel een liedje van de Graafschap, of niet? Ja, ja zeker. Wij zijn superboeren. Superboeren. Hey, hey. Wij zijn boeren, boeren, superboeren. Hey, hey. Hey. Ja, ja. Wij zijn boeren, superboeren. Hey, ja. Hey. Doe hem even samen. 1, 2, 3, daar komt ie. Wij zijn boeren, superboeren. Hey. Hey, hey, wij zijn boeren, superboeren. Superboeren. Hey, kijk, daar staat hij hoor. Zeven ja, in de supermarkt. Dat doet hij hem even voor. Kijk, die mensen kijken natuurlijk. Iedereen zit maar aan te kijken als hij voor gek. Ja, tuurlijk. Ja, ja joh, het maakt ook niks uit. Je leeft maar één keer, zeg ik altijd. Heb je nog wat gekocht intussen? Ja, ik heb even dit gehaald voor die kleine. Die komt morgen natuurlijk thuis, heeft hij een Danoontje. Oh, lekker dan ook. Ja, voor de kleine man. Alleen dat heb ik nog gehaald. En ja, verder heb ik nog niet heel veel meer nodig. Denk ik. Alleen nog even kwark inderdaad. Ja. Die moet ik nog wel even halen. Oh, kwark. Goed. Kwarkie. Voordat ik ga slapen pak ik altijd deze, Harry. Dus vaste ritueel. Kijken. Campina milde kwark. Oh, is het niet light? Nee, dus met vanillesmaak. Oh, een beetje vanillesmaak, ja. Oh. Ja, die stopt. Dat is een aanrader, moet ik je zeggen, hoor. Ja, met voor het slapen gaan, dan doe ik een beetje chiazaad erin. Ja? Dat is goed voor de darmen. En dan, ja. Ja, dan heb ik een goede nachtrust. Ja, normaal gesproken, als die kleine niet wakker wordt. Hij gaat afrekenen, vrienden. Hij is op weg naar de kassa, onze grote topscorer. Luister eens even, Seuntjes. Wordt de Graafschap kampioen, ja of nee? Ja. Ja? Oh, ja, dat is een kort antwoord. Dat is een heel kort antwoord. Ja, wij worden gewoon kampioen. Oh. Het moet ook gewoon gebeuren, dus we hebben geen keus. Oh. De fans, de stad, de club, iedereen verdient het. Hoeveel moest je nou betalen? €14,15. Nou, dat is niks. Dat is goedkoop. Voor alles wat je hebt. Dat is echt niks. Ja. Nee, dat is niet heel veel inderdaad. Die supersmoothie, daar doe ik 3 dagen mee. Dus, Nou, daar gaat hij hoor, met zijn karretje. Op weg naar zijn auto. Zeg nog even wat tegen de aanhang van de Graafschap. Nou, aanhang van de Graafschap. Ik heb nu net met Harry Vermeegen gesproken. We hebben een aantal goals even verzekerd dit seizoen. Dus die hebben jullie sowieso al binnen. En met die goals gaan wij natuurlijk, en Harry met ons. Want daar moeten we ook eerlijk in zijn. Harry is met ons. Gaan wij naar de Eredivisie aankomend seizoen. En jullie verdienen niets minder als de Graafschap supporters. Hey, lekker eten straks met die tandoori. En heel veel succes met de Graafschap, hè? Gaan we doen. En jij ook succes. Bedankt voor het bellen en we hebben contact, Harry. Zien elkaar. Dag. Zien elkaar. Doei, doei. Dag.